Yo mensen, nieuw hier en welkom terug op de Infinity Pack aflevering 72. Op de vorige episode zitten we momenteel alweer op de 210 likes. Super bedankt alweer voor. Heel erg bedankt voor alle support op deze serie. Dus ook weer in de aflevering van vandaag. 3.0 S-boxes en 3 chance cubes. Maar zover zijn we nog lang niet. Ik wil namelijk allereerst even een kleine update geven over de hele setup van de vorige episode. Het is namelijk zo, de harvester werkt gewoon nog steeds niet. Ik heb ook een aantal andere posities geprobeerd zoals hier bijvoorbeeld. Dat ik hier de harvester neerzet. Maar steeds stuiter ik eigenlijk op hetzelfde probleem. De harvester werkt namelijk gewoon zolang ik de ship... Liefst op no heb staan. Maar zodra ik yes aan tokkel, stopt hij er gewoon gelijk mee en loopt hij vast. Dus waarschijnlijk ligt het een beetje of aan de leaf zelf, dus zeg maar gewoon een hele functie ervan. Of het ligt gewoon aan het feit dat ik hier in een andere dimensie ben. Dus ik wil deze, ja, hele setup eigenlijk ook een keertje in de overworld nagaan bootsen. En alsnog de maan hier naartoe door gaat transporteren. Maar daar moet ik allereerst eventjes over na gaan denken hoe ik dat wil gaan doen. Maar dat gaat helemaal goed komen, geloof mij maar. Voor de episode van vandaag heb ik namelijk weer eventjes aan de overkant hier zo, hier tegenover, heb ik weer wat ruimte vrijgemaakt. Ik wil namelijk vandaag gaan werken aan een nieuwe. Powerbron. Die powerbron gaan we namelijk hard nodig hebben bij het verwerken van de Pink Slimes. Maar daar kom ik allemaal later wel gewoon op. Waar het namelijk allereerst weer tijd voor is, is voor het openmaken van de allereerste Chance Cube en de allereerste Pandora's Box. Dus daar gaan we dan Chance Cube nummer 1 van vandaag. We zetten hem neer. Openmaken maar. Oh, oh, dat ging bijna fout, jongens. Ik was gewoon fucking bijna dood. Wat de hel ging dat over? Ik heb, by the way, even mijn Quantum Suite Arnold achtergelaten in de last millennium. Gewoon puur en alleen dat ik het niet kan verliezen op een of andere bullshit manier. Maar het is nu tijd voor de Pandora's Box. Gaan we openmaken. We doen een stapje achteruit. En dan ben ik wel zeer benieuwd. Wat de fuck gebeurt er nou weer? Holy shit, holy shit. Dit is nice, dit is nice. Dit is lapis. Daar heb ik wel wat aan. Even kijken, wat heb ik hieronder nog zitten? Het lijkt op een of andere koepel of zo. What the heck, jongens. Lappers, dat is echt gewoon ja, genoeg. Lappers voor de rest van het seizoen. En ook wat glowstone, dat is op zich ook niet heel erg. Vervelend om te hebben. En dan krijgen we een of andere Tomcraft bij-effect. En we zijn dus weer aangekomen in de last millennium. En we gaan gewoon gelijk even kijken. Hoe we nou eigenlijk hier het hele nieuwe gebied op gaan vullen. Ik verklapte net namelijk al. Dat we gaan werken aan een nieuwe bron van energie. Die bron gaat geleverd worden door middel van big reactors. Natuurlijk hebben we tot op heden al vaker gebruik gemaakt van big reactors. Maar alleen in de vorm van de reactoren zelf. Gewoon weet je wel. Gewoon wat fluid erin. Wat helium erin. En let's go, reactor aanzetten. En we waren gewoon helemaal ready to go. Nu willen ik kennis gaan maken met een nieuwe soort. Onderdeel van big reactors, namelijk de zogeheten turbines. Echter, heb je voor het maken van deze turbines wel allereerst het afvalproduct nodig. Dat je gaat verkrijgen door middel van het gebruiken van normale reactoren. Kom ik zo meteen wel eventjes op hoe we daar allemaal aan gaan komen en zo. Ik heb het namelijk over cyanide oor. Cyanide is namelijk een afvalproduct van Hellorium. Wat je dus in de reactor hebt gestopt. Kom ik zo meteen nog wel eventjes op terug. Maar in elk geval, we gaan dus deze zogeheten turbine housings in elkaar zetten. En eigenlijk geldt gewoon voor, er het is hetzelfde als bij de normale reactoren. Je hebt namelijk ook weer speciale blokjes. Je hebt namelijk een controller waar je op kunt zien hoeveel energie je gaat produceren en wat er allemaal in zit. Wat de en zo. je hebt natuurlijk ook weer een power tab waarmee je gewoon de power kan uitputten. En dit is dan wel weer een nieuw blokje, dit is namelijk de turbine fluid port Maar daar kom ik allemaal zo meteen wel eventjes op Laten we dus allereerst eventjes gaan kijken hoe we ook weer aan cyanide oor kwamen Daar ga ik terug naar overweld toe, let's go, teleport naar thuis, dial once En daar gaan we dan weer, waarschijnlijk zullen de meeste mensen nog wel weten hoe ik aan cyanide oor kwam Want ik heb het echt zo ongelooflijk vaak vervloekt maar ja, dan gaan we gaan even naar beneden toe. Let's go. Dan gaan we naar de reactorkamer. En dan klikken we hier dus even op de reactor access port. En dan zie je eigenlijk al dat cyanide eigenlijk gewoon een, een afvalproduct is van zowel uranium als yellorium. Het is eigenlijk gewoon een afvalproduct van energieopwekking in het algemeen. Maar dat cyanide gaat dus vandaag eindelijk van pas komen bij het maken van de reactoren. Tenminste, bij het maken van een turbine. Dus we gaan terug naar de basis toe. Gooi het er gewoon in. En dan gaan we kijken of we de allereerste turbine houses in elkaar kunnen gaan zetten. Super simpel, namelijk wat nether quartz, graphite bars, wat je natuurlijk gewoon gaat maken door middel van het smelten van kool, hebben we ook allemaal een keertje gedaan in het seizoen, dus we wachten er nog op we gaan het gewoon lekker in elkaar zetten en dan maken we gewoon gelijk eventjes een stekje en dan gaan we nu maar gewoon lekker beginnen met het bouwen van de hele reactor, we gaan namelijk allereerst beginnen met het opzetten van de lengte en de breedte van de hele reactor, het gaat echt een ongelooflijk grote reactor worden, een hele grote turbine worden, we gaan het namelijk gewoon 7 breed en 7 lang maken, 4 5, 6, 7, oké, okay. tot dusver de lengte moeten we nu natuurlijk alleen nog eventjes voor de breedte gaan zorgen, ik zit alleen even te kijken, een beetje rond te kijken. waar ik in godsnaam mijn wand gelaten heb. of ben ik die toevallig verloren of zo? Ik weet het echt niet. Hij is gewoon echt plotseling van de aardbodem verdwenen, lijkt wel. Want ik kan hem echt gewoon niet vinden. Nou, maakt dan niet uit. Ik maak wel even snel een nieuwe. natuurlijk super simpel te maken. Builderswand. Even kijken. Hij staat hier al op CDN en een stable ingot. Let's go. Die zetten we in elkaar. Even kijken. Een stable ingot ligt hier als het goed is nog in. Yep, there we go. En dat geeft ons een builderswand. Oké. Okay. Helemaal mooi. Wat ik dus al zei. We gaan namelijk ook de reactor gewoon 7 breed maken. Oftewel 2, 3, 4, 5 en 6. Nou, je ziet eigenlijk al. De turbine housings gaan echt gewoon als een, als een knaller er doorheen. Ze vliegen er echt gewoon doorheen. En ik heb er dus echt zometeen een stuk meer nodig. Ik wil namelijk, niet schrikken, deze turbine 17 hoog gaan maken. Holy shit, jongens. Dat is echt superveel. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Made het een serieus, jongens? Series dus bij de laatste val ik naar beneden en misklik ik. Wat de hek? Ho Hoezo viel ik überhaupt naar beneden? Ik viel echt rennig naar beneden, gewoon ineens. Nou. Mag dan niet uit om een beetje een beeld te geven hoe hoog deze hele turbine gaat worden. Zo hoog gaat hij dus worden. 17 blokken maar liefst. Dus wat ik eventjes ga doen is deze reactor gewoon een soort van invullen nu verder. Dan natuurlijk nog wat turbine housings gaan maken. En dan kom ik zo meteen weer bij jullie terug. Zo hebben ik nu dus een soort van frame gemaakt Voor de hele turbine, ik wil de zijkanten Wil ik op gaan vullen met glas, maar die kun je natuurlijk Ook gewoon opvullen met de turbine housing Zelf, dat maakt echt totaal niet uit voor het eindresultaat Maar natuurlijk wil ik wel een beetje kunnen zien Wat er binnenin nou eigenlijk allemaal gaat gebeuren En zo en of het allemaal nog steeds allemaal goed gaat Maar ja, wat we dus allereerst even gaan doen is het volgende We gaan namelijk nogmaals een stack Maken van deze turbine housings op deze manier En deze turbine housings gaan Vervolgens combineren met wat glas op deze manier Let's go, en dan zetten we dus gewoon een stackje Met turbine class in elkaar, en hiermee ga ik dus dus eigenlijk gewoon alle zijkanten in elkaar zetten, of eigenlijk opvullen, beter gezegd op deze manier. Let's go. Zo heb ik inmiddels de reactor weten af te ronden. Helaas had ik niet genoeg glas meer om de volledige zijkant allemaal van glas te gaan maken. Maar wat ik net al zei, eigenlijk maakt het gewoon voor het eindresultaat helemaal niks uit. Voor de energieopwekking maakt het niet uit of je gebruik gaat maken van glas of van een normale turbine housings. Maar dan gaan we even over naar een belangrijker stukje van de hele reactor of van de hele turbine, Of hoe je het ook wil noemen. Namelijk gewoon zeg maar het middelste punt van het dak. Hier moet ik namelijk zo meteen de hele rotor, zeg maar, de hele blade gaan bevestigen. Maar dat gaat zo meteen allemaal voor zich spreken. En die blade moet ik gaan bevestigen. Aan het volgende blokje, ik zal hem even bij gaan pakken Namelijk de zogeheten Turbine Rotor Bearing En dit gaat mij 3 Diamonds kosten, een Turbine Housing en twee van deze Turbine Rotor Shafts Die ook weer te maken zijn met, jawel je raadt al, met Cyanide en met Iron Dus dit wordt echt een aanslag op al onze ingots wat betreft Cyanide en Iron Maar het is echt gewoon een investering waard Ik zit momenteel nog op 1000 Cyanide of ongeveer 730 Iron Dus op zich, ik kan het allemaal wel gewoon op gaan brengen weet je wel we gaan er gewoon nog een aantal extra maken. Dit of zo. Gooi we erin. Let's go. En dan gaan we die bearing in elkaar zetten. Dus gaan we dan. Let's go. Even kijken wat mis ik nog. Ik mis natuurlijk nog deze dingen. 1, 2, let's go. Oké. Okay. En hiermee zetten we dus eigenlijk gewoon het middelste punt van het dak in elkaar. Maar dat is nog niet alles. Dit is eigenlijk gewoon pas het begin van alle ellende. Ik ga het trouwens nog wel eventjes op deze manier doen. Zo. Hier even het glas weghalen. Dat ik in ieder geval in de reactor kan komen. Zo, let's go. En wat ik nu ga doen is het volgende: Ik ga namelijk vanaf het dak helemaal tot aan de grond. Hier is het middelste punt. Ga ik eventjes een soort van lijn bevestigen. En die lijn gaan wij maken door middel van het volgende. Ook dat ga ik weer eventjes bijpakken. Echt jongens, we moeten zoveel verschillende dingen gaan craften deze episode. hè. Ik moet namelijk het volgende gaan maken: namelijk de zogeheten Turbine Rotor shafts Die we net ook al zagen. Je hebt ook nog de Blades, maar daar kom ik allemaal zo meteen wel op. Wat ik dus allereerst nodig ga hebben is een stuk of nou pak een beetje hoog is hij. Ik denk dat die 15 hoog is. Ongeveer. Dus dan reken ik erop dat ik er ook 15 nodig heb. Zo heb ik er dus 15 in elkaar gezet. En dan gaan we ook maar gewoon gelijk even kijken naar wat ik net al zei: namelijk naar de turbine rotor blades. Ik moet namelijk aan elke kant van zo'n shift, moet ik 4 vleugels als het ware gaan maken. Oftewel, we moeten gewoon 4 keer 15 is 60 van deze turbine rotor blades gaan maken. En dat gaat dus gewoon weer leuk en aardig weer twee stacks met Iron kosten. Ja jongens, zucht. Klein beetje zucht. Oké, okay, we gaan gewoon gelijk even een stackje maken. Geen zin om allemaal uit te gaan rekenen en zo. En wat ik dus ga doen is het volgende. We gaan namelijk allereerst één grote lijn vanaf het dak naar de grond toe doortrekken. Dus gewoon deze manier. Even kijken, Connect die. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15. Ja, oké, okay, ik had goed gerekend. En wat ik dus al zei, aan elke kant van zo'n turbine shaft moeten we als het ware gewoon vier blades gaan maken. Oftewel 1, 2, 3, en 4. Nu zie je eigenlijk al een beetje aankomen wat er zo meteen gaat gebeuren. Deze hele blade gaat namelijk als het ware spinnen. Nou, ik ga gewoon even op deze manier afmaken. Even kijken. Doen we zo 1. 2, 3, bam, 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 bam. En dan ziet de reactor er dus gewoon op deze manier uit. We hebben namelijk gebruik gemaakt van zo'n 10 lagen van deze rotorblades. Nu dus zul je je vast afvragen van ja Quinn, wat doe je dan met de overige 5 lagen? Nou, heel erg simpel. Daar moeten we namelijk gebruik gaan maken van speciale blokken. Wat bedoel ik nou eigenlijk met speciale blokken? Nou, heel erg simpel. Natuurlijk zijn jullie al gewend van big reactors. Dat je normaal gesproken bij een echt normale big reactor, weet je wel, die we al eerder hebben gemaakt, dat je gebruik moet maken van een bepaald soort liquid. Wij hebben bijvoorbeeld gebruik gemaakt van liquid ender, maar je kan ook gebruik maken van redstone, volgens mij zelfs van ice, ik weet niet wat je allemaal kan gebruiken maar dat is eigenlijk hier niet anders behalve dat je hier geen liquid moet gaan gebruiken maar vaste blokken, wij gaan dus gewoon de overige 5 lagen die nog over zijn gaan wij opvullen met speciale blokken nou zo speciaal zijn ze eigenlijk allemaal niet je kunt namelijk ook gewoon simpelweg blocks of iron gaan gebruiken, dat lijkt mij voor nu de beste optie, aangezien, ik zal het eventjes laten zien enderian blocks zijn natuurlijk echt gewoon super lastig te maken zijn, die kun je trouwens ook gaan gebruiken, deze enderian blocks zullen zelfs een bonus gaan geven aan deze Reactor. Hetzelfde geldt voor het volgende, namelijk voor de zogeheten flux-electron bloks. Maar ja, wat ik al zei, die zijn allemaal pittig moeilijk te maken en heb ik eigenlijk niet echt bepaald zin in of zo. Dus ik wil gewoon lekker, ja, heel erg simpel eigenlijk gebruik gaan maken van bloks of iron. Oftewel, we gaan het als volgt aanpakken. We gaan namelijk allereerst gewoon vier lagen om deze hele turbine road shaft heen maken. Dus op deze meer. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Let's go. Op deze manier. En dan kunnen we het gewoon als ware omhoog gaan bouwen. Tot naar vier lagen. Dus 1, 2, 3 en nummer 4. De laatste laag gaan we echt opvullen. Met op deze manier. Met op deze manier. Dat klonk wel lekker Nederlands. Maar dat maakt allemaal niet uit. We zijn er niet 4 om het kijken om Nederlands te leren met Quinn. We gaan het namelijk op deze manier afronden. 1, 2, 3 en 4. Zo. Dat brengt dus gewoon op het totaal van 36 van deze iron blocks. Kost dus wel weer aardig wat. Maar wat ik ook al een aantal keer heb gezegd. Het gaat zeker weten de investering waard worden. En dan zijn we nu eigenlijk gewoon helemaal klaar voor. Wat betreft de hele inhoud van de reactor, dan kunnen we nu aan de buitenkant gaan werken aan de speciale blokken. Eigenlijk zijn er niet superveel. Ik heb ze namelijk al een beetje in het begin laten zien. Ik ga ze weer opnieuw bijpakken. Dat is namelijk de turbine controller, de turbine power port en de turbine fluid port. Die gaan we dus eventjes in elkaar zetten. Hier heb ik alleen wel plutonium voor nodig en plutonium is als volgt te maken. Ik zal eventjes kijken of ik het kan laten zien. Helaas kan ik het recipe van plutonium niet vinden, dus laten we maar gewoon gelijk overgaan naar de machine die we nodig hebben om hem te gaan maken. Hij staat helaas dus niet in NEI hoe je moet maken, maar je gaat hem maken door middel van de cyanide reprocessor. Die maken we op deze manier. Heb ik daar alles nog voor? Uh, bijna alles wel in elk geval. Ik heb alleen nog eventjes twee pistes nodig. 1, 2, let's go. En dat geeft ons dus de cyanide reprocessor. Natuurlijk heeft het dingetje wel een klein beetje energie nodig, maar ook dat gaat geregeld worden... Ik heb hem namelijk maar heel eventjes nodig. Dus we zetten hem voor nu gewoon even hier neer. Maakt niet al te veel uit. Dan gaat hij opvullen met energie zoals je hier ziet. En dan kunnen we nu gaan kijken hoe we het allemaal aan gaan pakken. We hebben namelijk twee cyanide ingots nodig. Dus die ga ik gewoon gelijk ook bij pakken. Cyanide, let's go. Ik heb er natuurlijk twee nodig. Twee plutonium ingots volgens mij. Dus dan moet ik er sowieso vier gaan hebben op deze manier. En dan pakken we ook gelijk wat water erbij. Even kijken. Als het goed is heb ik hier onder de platform nog wat water zitten. Ik heb hier zelfs nog wat water zitten. Ook helemaal mooi. En dan pakken we volgens mij twee buckets gewoon eruit. Zo, op deze manier. Dan gaan we deze twee buckets, alle twee natuurlijk, gewoon inputten in de machine. Dus dan gaan we dan nummer 1 en nummer 2 zitten. Nu gewoon heel simpelweg wat water in. En dan gaan we nu onze cyanide -ingots erin gooien. En binnen enkele seconden zullen we de beschikking hebben over de zogeheten plutonium inkets. Dat is tenminste het hele idee erachter. Zo en daar we go. De Plutonium inket zijn binnen en hiermee ga ik dus eigenlijk gewoon de finishing touch geven aan de hele turbine. Dus we pakken hem weer bij, Turbine, let's go. En doen we allereerst de turbine controller. Die zetten we in elkaar. Dan gaan we snel over naar de turbine power port. Ook die zetten we in elkaar. En de aller aller allerlaatste stap is namelijk de turbine fluid port. Ook die zetten we in elkaar. Ik mis nog eventjes een piston zo, die smijten we erin. En let's go: het geeft ons de turbine fluid port. Oké, okay. en dit zijn eigenlijk gewoon alle speciale blokken die we nodig hebben voor de hele turbine. Voor de rest ga ik hem eigenlijk gewoon simpelweg dichtmaken. Dus deze maken we dicht. En dan gaan we gewoon hier wat ruimte maken. Dit lijkt me wel een mooi punt om zo meteen alle speciale blokken neer te gaan zetten. Dus deze halen we weg. En deze halen we weg. We kunnen namelijk gewoon alle punten naast elkaar neerzetten. Dus laten we zeggen: hier eentje. De Turbine, natuurlijk, gewoon in het midden, van de controller. En dan ronden we het hier af met de power tap. En als het goed is, gaat binnen enkele seconden gewoon alles gevormd worden. Tenminste, als ik het natuurlijk wel een beetje aan de bovenkant dicht ga maken, had ik dit blokje weggehaald? Ja, ik had dit blokje weggehaald. Die zetten we erin. Let's go. En je zag al gewoon gelijk een soort van vormverandering. Zo, en wat ik aan het begin van de episode al zei. Ho, 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 ho. Niet naar beneden vallen, Quinn. Wat ik aan het begin van de episode al zei was het volgende. Namelijk dat we gewoon simpel gaat Steam nodig gaan hebben. En die Steam gaan we natuurlijk gewoon uiteindelijk inputen hier, zo in de Turbine Power Port. Hier kunnen we uiteindelijk Steam gaan inputen. En natuurlijk. Kunnen we hiermee gewoon als het ware de hele turbine aan gaan zetten? En ook echt daadwerkelijk RF laten produceren. Helaas is het zover nog lang niet. Ik heb namelijk allereerst wat Steam nodig. Dit Steam kun je A gaan produceren door middel van Big Reactor zelf. En B via Railcraft. Ik weet wel van mezelf dat ik dit seizoen eigenlijk heel erg weinig heb gedaan met Railcraft. Dus ik denk dat het wel leuk is om daar gewoon de Steam mee op te gaan wekken. Dus laten we gewoon een soort van een kickstart gaan maken aan Railcraft. Heb ik namelijk allereerst eventjes voor het produceren van Steam. Om dat sneller te laten verlopen, kan ik denk ik het best eventjes gaan werken aan een zogeheten. De Firestone. Nee, niet het iedere. Maar wel de Firestone zelf. Die maken we namelijk door middel van vier Diamond Pickaxes. Zoals je hier ziet. En een Raw Firestone. En de Raw Firestone is te verkrijgen. Via natuurlijk gewoon de Firestone Ore. Deze is enkel en alleen te vinden in de Nether. Kan trouwens ook via een andere manier. Namelijk via het verzamelen via de Laser Drill. Maar die hebben we helaas nog niet. Daar gaan we uiteindelijk wel naartoe werken. Maar wat ik dus allereerst even ga doen. Is terugkeren naar de Nether toe. En dan zijn we dus inmiddels aangekomen in de Nether. En natuurlijk kan ik gewoon ten alle tijde in de lava springen. Let's go. En dan ga ik gewoon wat damage krijgen aan mijn quantum suit armor. Die gaat namelijk alle damage opvangen van alles, van al dat lava gewoon. Maar je ziet eigenlijk ook gewoon gelijk dat het echt super, super, super veel energie gaat kosten. Oftewel eigenlijk gewoon zonde, weet je wel. Dan moet ik elke keer mijn quantum suit armor op gaan laden. Omdat ik te lui ben om een andere tool in elkaar te gaan zetten. Dus wat ik allereerst eventjes heel snel wil gaan doen, is terugkeren naar mijn basis toe. Echt naar mijn home basis toe. Dus gewoon naar thuis toe. Let's go. En dan gaan we eventjes in snelte en vaart een nieuwe tool van Botania in elkaar zetten. Waardoor ik eigenlijk gewoon in de lava kan gaan zwemmen. Dit gaat namelijk Gedaan worden door middel van de zogeheten Crimson Pendant. Die maken we op deze manier, namelijk via Nether Bricks. Een Gaia Spirit, die we natuurlijk gewoon nog geen grote getallen hebben. Want we hebben een keertje die bos gekillt, die tweede versie ervan. En daar krijg je eigenlijk gewoon super veel Gaia Spirits van. Ook heb ik wat Blaze nodig, ook dat heb ik op mijn beschikking. En ook nog een Pyroclast Pendant. En die maken we op deze manier. De Rune of Fire heb ik sowieso. De Rune of Summer denk ik eerlijk gezegd niet. Even kijken, hoe maken we deze? Die maken we met een Rune of Earth, Rune of Air, 2 zand, een Slime Ball en een Meloen. Kan iemand mij vertellen wat een slimeball in godsnaam te maken heeft met zomer? Ja, misschien plakkerigheid van het zweet. Maar ja, oké. Okay, nou, ik denk weer te ver door. Dus gaan we dan de Rune of Earth gooien we erop? De Rune of Air, twee keer zand, een slimeball en een meloentje. Activeren maar met deze hele Wand of the Forest. En binnen enkele seconden zullen we de beschikking hebben over de Rune of the Summer. En dan gaat het gewoon vanaf daar helemaal goed komen. Volgens mij heb ik de rest al van het hele recept. Dus hoef ik echt helemaal niks meer voor te doen. Dus is dus één kan je alleen wachten tot deze Rune of Summer klaar is. Die is inmiddels klaar. Heb ik hier nog wat Living Rock staan. Uh, heb ik hier nog wat Living Rock ergens liggen. Oh, hier heb ik er nog eentje. Thank God. Helemaal mooi. Die gaan we erop gooien. Rechte muisknop. En voila! Daar is onze Rune of Summer. Helemaal mooi. Ik ben een beetje te lui om terug te gaan lopen. Dus ik gebruik gewoon lekker mijn Eye of the Flugel. En dan zetten we dus de pyroclast de Pendant in elkaar. Die is super simpel te maken. En die gaan we gewoon gelijk upgraden naar de volgende. Namelijk naar de. Crimson De Crimson Pendant om het precies te zijn. Die smijten we erin. En dat geeft ons dus een Crimson Pendant. En dan ga ik voor de zekerheid dus even het mana Tablet opvullen. Nou, ik denk dat die momenteel wel goed is. Let's go. Hij is ruim voor de helft opgevuld. En hiermee ga ik dus gewoon zo meteen de lava induiken. Ziet er, by the way, wel echt badass uit. Moet je maar kijken. Die Pendant ziet er echt gewoon fucking vet uit. Helemaal mooi, jongens. We gaan alle ringen gewoon aandoen. Alle Pendants aandoen. En dan zijn we er gewoon helemaal klaar voor. Natuurlijk moet ik wel wat Firestone gaan verzamelen. Ik vraag me alleen wel af of ik onder de lava wel wat kan zien. Of dat ik even wat sponges mee moet gaan nemen. Nemen. Ik denk dat ik voor de zekerheid wat sponges mee moet gaan nemen. Dat gaan we ook gewoon gelijk eventjes doen dan. Let's go. Heb ik daar genoeg van? Ik heb wel een wolf farm, maar nog geen slime farm. Misschien is dat ook nog wel leuk om te gaan maken dit seizoen. Een soort van slime farm. Dat kan op zich nog wel van pas gaan komen. Maar ik moet het dus met 8 gaan doen. Nou, daar heb ik niet echt heel veel aan. Maar we gaan gewoon lekker overschakelen naar de nether. En dan zien we daar wel wat we gaan doen. En dit is de verkeerde teleport. Goed job, Quinn! Zo, dan zijn we dus aangekomen in de nether. En waarschijnlijk kunnen we nu dus gewoon in de lava gaan zwemmen. Ja, inderdaad, we gaan geen damage meer krijgen en zo. We kunnen gewoon simpelweg erin gaan komen. Ik vraag me alleen wel of het wel mana gaat kosten. Dat kun je namelijk heel erg moeilijk waarnemen. Nou, ik denk het eerlijk gezegd niet. Oké, okay, nou. We gaan in elk geval gewoon een sponsje ergens neerzetten. Op deze manier. Natuurlijk verdwijnt er gewoon de lava. Maar volgens mij zag ik hier helemaal nergens echt iets van Firestone. Ik zag wel wat draconium hoor. Maar ja, daar ben ik hier momenteel niet voor. En eigenlijk moeten we dus gewoon zo simpelweg te werk gaan. Net zolang dat we hier wat Firestone kunnen gaan vinden. Ook hier zag ik helemaal niks. God damn it, jongens. Dit kan soms zo lang gaan duren. Hè? Dat is echt gewoon niet leuk om te doen, eigenlijk. Maar ja, het is even niet anders. Even kijken, waar loop ik momenteel? Ik zie echt weer geen hand voor ogen. Nou, hier is eigenlijk een heel gebied waar je niks kan vinden. God dang het jongens. Je kan ook echt de Firestone, kan je enkel en alleen onder de lava vinden. Dus het is niet zo dat je eventjes zo'n beetje rondom je heen kan gaan kijken. Hier in de muren kan gaan kijken, zo en uiteindelijk een Firestone vindt. Je moet per se onder de lava gaan kijken. En dat is echt fucking balen, want het is echt grafwerk gewoon. En wat jullie net dus zagen. Ik heb geprobeerd aan de hand van sponsjes. Echt gewoon bijna een stack met sponsjes. Heb ik geprobeerd Firestone te gaan verzamelen. Maar ja. Helaas zonder enig resultaat. Dus ik wil eventjes een andere tactiek wil ik gaan proberen. Namelijk gewoon de tactiek van naar beneden toe zwemmen. En dan gewoon ergens hier mijn S-blok terechtkomen. Die weg gaan maaien op deze manier. Ongeveer drie blokjes naar beneden toe. Let's go. En als het ware gewoon de netherrack boven je dichtmaken. Waardoor de lava gaat stoppen hier zo. En je nu als het ware gewoon onder de lava leek zit. Je moet er dan wel eventjes uitkijken. Want dat Firestone gaat enkel en alleen spannen. Echt gewoon tegen de lava aan. Dus je moet wel echt ervoor zorgen dat je echt gewoon precies tegen de lava aan zit op deze manier. Dus het is wel een klein beetje tricky, maar ja, we moeten het eventjes proberen. Misschien dat ik hier wat meer geluk mee heb. Ik heb in elk geval niet meer super veel sponsjes nodig en zo. Dus wat ik even ga doen is het volgende: namelijk gewoon kijken of ik ergens een gebiedje kan vinden en in de hoop ook wat Firestone. Ja jongens, we hebben Bingo. Hier heb ik het gevonden. Eindelijk wat Firestone. Ik dacht van weet je wat, ik ga gewoon even heel snel een kobalt hammer maken. Ik had namelijk nog wat kobalt in mijn tinkers, ik overzitten. En there we go. Het heeft eventjes wat moeite gekost. Zeg maar gerust heel veel moeite gekost. Maar hier heb ik dus ook echt daadwerkelijk mijn Firestone oor. Nu wil ik het wel op een veilige manier gaan doen. Ja jongens, doe het altijd veilig. Tip van Quinn. Wat ik namelijk eventjes heb gedaan, is hier wat netherrack omheen gebouwd. Ja, je kan het echt helemaal voor een enkele centimeter zien. Maar geloof me, maar ik heb er wat netherrack omheen weten te bouwen. Dus ik ga eventjes weer terug naar beneden toe. Dat in elk geval niet, als ik hem wegmaak, weet je wel. Dat gelijk mijn Firestone oor verbrandt. Want dan ga ik echt mezelf een beetje, uh, ja, slaan, zeg maar. Oké, okay, we gaan het weghalen hier zo. Dan is het nu gewoon tijd om mijn dingetje een beetje leeg te maken. Mijn inventory een klein beetje leeg te gaan maken. Dat ik wel wat ruimte heb. Dit kan wel weg. Rotte flesje kan weg. Helemaal mooi. En dan gaan we dus onze pickaxe erbij pakken. Onze daarmee pickaxe erbij pakken. Weg mine maar. En there we go, jongens. Ons Firestone ore is vanaf nu binnen. Maar kijk wel uit. Zodra je namelijk dit orde in je inventory hebt, gaat alles om je heen afbranden. Dus ga dit niet doen bij je houten huis. Want dan heb je een hele grote kans dat je huis straks helemaal in de hand staat. Gooi het gewoon eventjes voor de zekerheid in een chest in je huis. In je MI systeem. Of gewoon zoals ik momenteel doe in mijn Golden back of Holding. Dan ben je namelijk helemaal safe. De volgende episode gaan we kijken wat we nou eigenlijk precies gaan doen door middel van deze Firestone. Dat blijft voor nu eventjes een dan gaan we nu namelijk over naar de tweede en derde Pandora's Box. En natuurlijk ook naar de tweede en derde Chance Cube. En dan gaan we dan Chance Cube nummer 2. Voor de zekerheid ga ik eventjes mijn kunnen hier neerleggen. Weet je wel, als we weer op CD om omheden het spullen heen gaan komen, kan ik het eventjes wat simpeler weghalen. Let's go, dan gaan we dan. No. Oeh, nee, nee, dat zijn dat. No, 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 nee, nee. What the fuck, waar zijn we nou? Oh, what the fuck, ik kon best niet meer vliegen. Wat is dit? Ik kon serieus niet wegvliegen. Uh-oh, is mijn porticule nou weg? Uh-oh. Uh-oh. Is dit nou serieus zo? Ben ik nou serieus gestraft voor mijn. Nee, wacht, daar is hij gelukkig. Ik dacht even dat ik mijn porticule kwijt was. Oké, okay, we gaan gewoon gelijk de tweede chance coopra achteraan openmaken. Let's go, daar gaan we dan. Oh, lavapool. Lavapool om me heen. En daar gaan waarschijnlijk alle bomen verbrand worden. Oké, okay, echt jongens, serieus. De hele tijd in dit gebied is er gewoon al die tijd al zo'n zo boom geweest. Weet je, om het spinnen. We hebben erin zo'n chest. Wat zit erin? Een tamamanamaken en. bullcrap. Oké, okay, heb ik helemaal niks aan. Nou, maakt allemaal niet uit. Snel overgaan naar de tweede Pandora's box van vandaag. Neerzetten. Draai een rondje. Openmaken maar. En dan gaan we kijken wat erin gaat zitten: zand. Wat is het? En Oh, wacht, er zit een, een op. Fortune 2, Efficiency 3. Oké, okay, nou. Misschien kan ik nou wat meedoen dit seizoen, weet ik allemaal niet. We gaan snel over naar de derde en laatste PNOs box van vandaag. Wat gaat daarin zitten een nieuw gebied of iets? Wat gaat gebeuren? Even kijken. Ja, er komt een nieuw gebied hier, of niet? Ja, er is water en zo. Echt een super klein gebied wel gewoon. Dit is echt de kleinste span die ik ooit heb gezien uit een Pandora's Box. Holy shit. Oké, okay, maar jongens. Hiermee met de laatste Pandora's Box zijn we laatst aan het einde gekomen. Van deze 72 e aflevering van VitaBeast Infinity. Heb je er nou van genoten? Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. Dat motiveert me namelijk enorm om video's voor je te blijven maken. En natuurlijk helpt ook enorm bij het openmaken van zoveel mogelijk Pandora's Boxes. Maar natuurlijk houden we nog altijd aan. Per 70 likes gaan we één Pandora's Box openmaken. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer bij meer VitaBeast Infinity. Peace jongens.